Hallo beste kijkers. Ik ben vanmiddag in de Noordoostpolder. De vorige keer dat ik hier viste was geen succes. Dus ik ga vandaag een ander gebied uitproberen. Ik begin op een vaart. Kom op, we gaan vissen. Op die vaart ben ik na een half uurtje al gestopt. Ik had er geen vertrouwen in. Daarna heb ik een uur rondgereden in de polder en niets kunnen vinden wat naar mijn zin is. Het water is hier allemaal hetzelfde. Ondiep en bruin. Net als hier. Een beetje tegen beter weten in ga ik het hier toch een uurtje proberen. Want ik wil wel gevist hebben vanmiddag. Ook op dit water had ik het na een half uurtje wel gezien. Geen teken van leven in deze Chocomelsloot. Nou, ik zoek nog even door. Ik heb meer dan 100 kilometer gereden en het was weer helemaal nop in de nop. Ik ben nu op de terugweg naar huis en ik denk, langs de A6, ik gooi nog een paar keer in. Het heeft gewerkt. Klein snoekje. Dat is het derde kleintje binnen 5 minuten. Inclusief een losgeschoten baarsje. Het worst hier van de roofvis. En er staat nog geen 40 centimeter water. Nou ja, leuke afsluiting. Thank you.
gaat maar door. Allemaal leuke kleine snoekjes. Geen idee waar ze vandaan komen. Maar het is wel grappig.